Dat de taslag van Lietzschwalen bestering bleedt is goed nieuws voor het Friese onderwijs. Dat vindt het CBO, de hoekkoepelende organisatie voor christelijke basiskwalen. Het was moeilijk net te matten dat er geen gewerking meer zocht werd. Vooral omdat gewoon Lietzschwalen in Friesland Eens geen takomst meer hebben. Ik denk dat wij een, als bestuurden een verplichting hebben om de discussie rond te gaan... hoe en op welke manier kunnen we kwalitatief en bestendig goed onderwijs in Friesland. Ja. Wat is nog nog steeds Wij vinden wat goed Wat is dan jouw reactie? Dan denk ik dan als kwalbestuurder dan moet, uh, moet je goed nadenken over je, posi je maatschappelijke positie en dat is net een juiste. Dus dit kent ze net. Het was te kappelen is een van de basiskwalen die tegenwerking ongien is. Twaierlin fuseerde de squallen, maar het sluiskien was mijn zoon leerlingen leerlingen blote twarsbandลีก was onder druk staan. Ik het financieel. Dat de taslag van Kwaal net scrawd werd is dan ik goed nieuws voor de directeur. Daar hebben wij uh, tien gebleerd mee. Dat budget voor u dat wij rond en tient krijgen om uh, niet te denken over de krimp en hoe daarmee om te gaan. Wij maten net uh, denken, fijn, wij blouwen nou bestaan. Nee, want het is een gegeven dat uh, de bevolking krimpt. Dus ik in deze regio. Dus uh, wij laten actief op ziek naar mogelijkheden om uh, die onderwijsplakken bestaan te letten. Lastig daarbij is wel dat het beleid van Den Haag... ...hield het wel liker te verroor in. En dat jouw onrest, zei ik de ondervinding van onderwijskoepel CBO. Ik storm me er heel erg aan. Ik ben blij. Uh, let me zo ik stoor me er en ik hou van besturen die consistent beleid hebben. Nou En dat is altijd net die Den Haag zo. En dat weet je dus voor de taakaftekening nou Nee, dat is altijd de oude Maar voorlopig hebben we je safferuit. En ik heb de u-daging die te light. Wij, wat nou ik, om je schenen, van waar shin, je nog oren kwam. En um, hoe gaan we daarmee om? Dus de dit iepen van gesprek en van uh, gewerking.